En dan geef ik graag het woord aan de heer Quint van de fractie van de SP. Dank u zeer. Het is best wel een bende op het Mediapark. En dat zeg ik zonder enig plezier. Mijn partij gelooft namelijk in een sterke publieke omroep. Ongehoord Nederland, het negeren van signalen vanuit het bestuur daar al voor ze gingen uitzenden. Slechte omgang met een klokkenluider door zowel het ministerie als de publieke omroep. Het geklooi dat we nog steeds geen beeld hebben van de constructies rondom topinkomens. Nu de onthullingen bij De Wereld Draait Door. Het negeren van signalen, het influisteren van een verklaring van Vernieuwkerk door de top van de NPO zelf. Die vervolgens erop staat zelf het onderzoek te gaan doen en daarna uitbesteed aan een oud politicus. De rol van een netmanager, zoals we dit weekend konden lezen, het spekken van buitenlandse multinationals via een verplichte toename van het aantal buitenproducenten. Dat is dus best wel een bende. En dat verwijt ik het ministerie. Ja, natuurlijk, er worden in Hilversum fouten gemaakt, maar het is niet alsof het ministerie hier niks mee te maken heeft. Laat ik eens wat zaken langslopen. Ik begon net bij Ongehoord Nederland. Al de voorganger van deze staatssecretaris heb ik gewezen op antisemitische uitlatingen van een van de mensen die later bestuurslid werd. Dit kon je zien aankomen. De klokkenluider, dat kon je natuurlijk ook zien aankomen. Want hoe haal je het in je hoofd om zelf met een melder in gesprek te gaan als je ook gezellig weekendjes weggaat met degene die daar zelf over gaat? Over Ongehoord gesproken. Wanneer is dat rapport van het commissariaat voor de media? Ik vraag, het ging er net al over, al jaren om het aanpakken van de productiemaatschappijen en de buitenproducenten die ervoor zorgen dat zogenaamde toppresentatoren de ministersnorm omzeilen qua inkomen. We kunnen in ieder geval zeggen dat met het vertrek van Matthijs van Nieuwkerk er weer wat ruimte op de begroting vrijkomt. Maar we hebben nog geen idee. En het is niet voor niks dat de redacteuren van De Wereld Draait Door, los van het wangedrag zelf natuurlijk, wezen op de angstcultuur die mede kon ontstaan omdat je met een tijdelijk contract meteen de deur uitvliegt. Als je blaft naar de kip met de gouden eieren, dan kun je je spullen pakken. Daar wijzen wij ook al jaren op. En dan de buitenmaatschappij. Belastinggeld dat via holdings wordt weggesluist. We konden er dit weekend over lezen in Vrij Nederland. Ik wil u wat voorlezen. Verzoekt de regering het verplichte percentage producties door buitenproducenten niet uit te breiden en gaat over tot de orde van de dag. Nou ja, dat laatste is gelukt. 25 september 2019 heb ik deze motie ingediend. Die haalde het weliswaar niet, want ongeveer de hele Kamer stemde er tegen. Het zou namelijk goed zijn voor de innovatie op het Mediapark als we het verplichte percentage aan buitenproducenten zouden verhogen. Nou ja, het is inderdaad heel erg goed geweest voor de innovatie op belastinggebied. En er wordt allemaal belastinggeld weggesluist naar buitenlandse multinationals. Ik vind het onverstandig. Is het kabinet bereid daarmee op te houden? Dus ja, er is geblunderd op het Mediapark en Den Haag heeft daar een kwalijke rol in gespeeld. Dus wat gaat het kabinet doen? Wat gaat het kabinet doen om orde op zaken te stellen, om een einde te maken aan de vriendjespolitiek en het elkaar de hand boven het hoofd houden? Om ervoor te zorgen dat het Mediapark komend jaar weer het nieuws brengt in plaats van het nieuws is. Laat ik wat tips meegeven. Breek met die flexverslaving van het Mediapark. Schrap de uitzondering die de media hebben qua flexibele contracten. Zorg dat vast de norm is. Een hard percentage vast in dienst en anders een korting op je financiering. Want met een vaste redactie en de afwezigheid van angst om meteen ontslagen te worden als je je mond open doet, voorkom je natuurlijk niet alles. Dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, een eikel is nog steeds een eikel, ook als je een vast contract hebt. Maar je maakt de kans dat mensen zich verenigen en zich durven uit te spreken wel een stuk groter. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat het beter is voor de kwaliteit van je programma wanneer je een vaste, harde kern hebt in je team die expertise kan opbouwen in plaats van die elke 3 maanden wordt geshuffeld naar een ander programma. Wanneer krijgen wij die volstrekte openheid wanneer het gaat over de geldstromen rondom de grote namen, zowel aan de bestuurskant als aan de presentatorenkant? Wanneer behoren die constructies waarvan iedereen gewoon weet dat ze er zijn, nou eindelijk tot het verleden? Het is funest voor het draagvlak van de publieke omroep die wij juist zo belangrijk vinden. Leg het bloot, meld het, pak het aan. Ik bedoel, de heer Van Strien, mevrouw Westerveld hadden het er al over. Ik geloof dat ik ondertussen zo'n motie of 80 hierover heb ingediend, waarvan er ook echt wel een paar zijn aangenomen. We willen er gewoon vanaf. En dat wil een meerderheid van de Kamer en dat wil een meerderheid van het kabinet volgens mij ook. Want men zegt elke keer het belangrijk te vinden. Volgens mij wil een meerderheid van het Mediapark het zelf ook. Want die zijn het ook zat dat elke keer hun naam door het slijk wordt gehaald door een paar grootverdieners. Terwijl zij moeten sappelen op een tijdelijk contract om het eind van de maand te halen. Dus doe daar dan ook wat aan. En ik zei het net al, waarom laat je nou het onderzoek naar de misstanden bij De Wereld Draait Door? Waarom gebeurt dat nou weer door een oud-politicus? Waarom wordt daar niet gewoon een wetenschapper voor aangewezen die veel meer verstand van zaken heeft? Je maakt jezelf onnodig, ontzettend kwetsbaar voor kritiek. En eerlijk gezegd, als je dit soort beslissingen maakt, snap ik die kritiek nog ook. Een vraag van de heer Van Strum. Ja, nog,
paar zinnen terug. Het gaat over de buitenproducenten. Veel van wat u zegt herken ik. En ook over transparantie, et cetera. Maar één vraag wat ik niet meer begrijp. Bent u überhaupt tegen de inzet van buitenproducenten? Of moet het minder? Of moeten er duidelijke regels? Want dat is waar wij ook voor pleiten met zo'n transparantieregister. Dus waar staat de SP precies? Ik ben tegen het vanuit Den Haag opleggen van een minimumpercentage. En dat is wat er gebeurd is. Er was al een minimumpercentage. En dat minimumpercentage is in 2019 verhoogd. Ik zou niet weten waarom je publieke omroepen zou verplichten om programma's in te kopen. Als zij die programma's willen, dan kunnen ze dat prima zelf bepalen. Dus ik ben tegen de verplichting om een verplicht percentage in te kopen bij buitenproducenten. Dus niet aan zich tegen de inzet van buitenproducenten, dat is helder. Nee, kijk, ik vind in principe dat omroepen de expertise in huis zouden moeten hebben om zelf goede programma's te maken. Maar als zij er zelf voor kiezen om een buitenproducent in te huren, en ze doen dat voor een fatsoenlijk tarief, en ze doen dat niet om de balken en de norm te omzeilen, dan is dat een eigen keuze en dan mag dat. U komt er nu weer. Zeker. Ik wil namelijk de invloed van buitenproducenten verminderen en draai die versoepelingen terug. Schrap gewoon de verplichting, ik zei het net tegen de heer Van Strien, om een bepaald percentage verplicht in te kopen. Zorg ook voor vaste contracten bij de bedrijven om de omroepen heen. Bij de toeleveranciers, bij de geluidsmensen. Het zijn allemaal mensen met nulurencontracten. Het is allemaal flex- en wegwerpcontractjes. En doe iets aan de dominantie van kijkcijfers en de ster. Ik vraag dit mede namens de VVD, die diep geschokt waren toen ze geconfronteerd werden met de gevolgen van hun eigen beleid. Het is te grappig om niet te citeren, dus ik ga het wel even doen. De VVD dreigde namelijk een campagnespotje kwijt te raken in de rust van het voetbal en reageerde met: wij worden door de NPO in het gezicht gespuugd terwijl ze kiezen voor het grootkapitaal. Ja, weet de VVD ook eens hoe de rest van Nederland zich al jaren voelt. Ik heb verder niet echt een vraag hierover. Ik vond het gewoon zonde om niet te noemen. Dan de versoepeling van de toelatingseisen tot de publieke omroep. Daar is het de vorige periode over gegaan. Er komen nu ook een lijst met criteria. Is dat nou zo'n goed idee? Ik snap het idee wel, maar je ziet wel de chaos die het oplevert. En dat krijgen we straks nog meer. We krijgen straks ook maatschappelijke eisen die we gaan meten. Er moet een soort manier komen om te kijken hoe je geen leden hebt, maar wel draagvlak. Om dan vervolgens meer nieuwe omroepen toe te laten, die met dank aan Sander Dekker dan na een paar jaar mogen aansluiten bij een bestaande fusieomroep. Dat is niet logisch. En dat systeem piept en kraakt en rammelt. En dan lijkt het mij verstandiger om eerst na te denken welke kant willen wij met dat stelsel op. En dan vervolgens te kijken hoe ga je daar nieuwe partijen aan toevoegen. Want nu loop je gewoon het risico dat je chaos aan het stapelen bent. Nog twee losse punten ter afsluiting. Waarom kiest de staatssecretaris er nu voor om structurele gelden voor de versterking van de lokale omroep te laten lopen via een subsidieregeling bij het Fonds voor de Journalistiek? Wanneer gaat die regeling omgezet worden in een structurele bekostiging? Zijn omroepen die nu subsidie voor een jaar hebben ontvangen ook verzekerd van de continuering van deze gelden? Want nu moet er elke keer opnieuw door lokale publieke omroepen projectsubsidie aangevraagd worden voor iets wat in feite een structurele mediawettelijke taak is, die bovendien voor alle omroepen gelijk is. En voetbal, op Ziggo. Al het Europees voetbal live te zien via de app. Ik krijg de stellige indruk dat de mediawet niet helemaal op de hoogte was van het bestaan van apps. Laat staan wat je er allemaal mee kunt. Wat betekent dit nou volgens de staatssecretaris? Hoe moeten wij dit wegen? Ik ben op zich al lang blij dat al het Europese voetbal nog gratis te zien blijft. Zeker nu mijn club daar recentelijk een stuk beter in is geworden dan dat ze in het verleden waren. Maar het gebruik van een app is voor heel veel mensen helemaal niet zo toegankelijk als dat wij misschien met z'n allen denken. Bovendien vraag ik me dan af, moet je een profiel aanmaken? Is het een manier om persoonsgegevens bijvoorbeeld te verzamelen? En hoe weegt de staatssecretaris de mediawet, die zegt dat dit soort wedstrijden op het open net te zien moeten zijn, in relatie tot dit onderwerp? Ik snap dat toen de wet geschreven werd en niet over deze mogelijkheden was nagedacht. Maar nu we ermee geconfronteerd worden, moeten we er ineens wel iets van vinden. Dus ik ben benieuwd wat de staatssecretaris daarvan vindt. Dat was hem alweer. En dan herneem ik het voorzitterschap en geef ik het woord aan de heer Mohandis, die zal spreken namens de Partij van de Arbeid.